De polyester is helemaal droog. Ik heb inmiddels ook heel veel geschuurd. En in deze video is het tijd om daarmee verder te gaan. Ik ga voor hier een frame maken waar ik op kan zitten, waar de motor op komt, waar vervolgens weer de propeller op komt, een stuurmechanisme en ik ga hem helemaal verven. Ik ben Emiel, de Practical Engineer. Komt-ie! De onderkant heeft helemaal de gelcoat opgedaan, maar nu moet ik hem dus weer omdraaien. En ik hoop dat dat alleen gaat lukken. Ik heb geen idee. Ik durf hem eigenlijk niet op de duct te steunen, want ja, ik moet niet hebben dat die af gaat breken. Dus ik twijfel nog een beetje wat ik ga doen. Hoppatee, gelukt. Dit is niet meer echt een ding om in je eentje te verplaatsen. Zoals je ziet is die al best wel zwaar. Maar ik wil de buitenkant wel nog helemaal mooi maken. Dus ik zal er nog wat meer op moeten smeren. Waardoor die nog weer wat zwaarder wordt. Maar ik ga wel mijn best doen om dat tot een minimum te beperken. Dus de binnenkant die is nog een beetje ruw. Dat is prima. Is eigenlijk ook wel fijn voor als je erop gaat staan dat het niet glad wordt. Maar hier zo... Ja, hier wil ik hem natuurlijk wel mooi hebben. En dat ga ik op twee manieren doen. Ik ga hem nog zo her en de gelcoat erop doen. Bijvoorbeeld aan de binnenkant van de duct. En hier waar dat nodig is. En verder gewoon heel veel schuren om hem mooi glad te krijgen. Hier komt natuurlijk de propeller. En hier komt dan een luchtschroep. Die een deel van de lucht van de propeller zo naar onder moet leiden. Die kan dan zo helemaal rondom om de skirt op te blazen. En... Hier hebben we het niet super mooi afgewerkt, want ja, hier komt nooit iemand en dit wordt ook verder niet zichtbaar. Dus dat is niet zo belangrijk, maar hier zo moet ik twee bussen gaan maken, waar ik vervolgens de luchtroer aan de onderkant vast kan maken. Voor de bovenkant heb ik deze mooie dingen en aan de onderkant komen ze hier op een bus te staan. Terwijl de bevestiging voor het roer even aan het drogen is, ga ik vast beginnen aan het frame voor hier binnenin. Want hier binnenin gaat een klein frame komen waar je op kan zitten, waar het stuur aan vast gaat komen en waar natuurlijk de motor op komt staan. En dat ga ik doen van aluminium kokerprofielen. En dan heb ik eindelijk weer een reden om te potnagelen.
eerste blauwe laag zit erop en hij is helemaal droog. Ik ga misschien op een paar puntjes nog wel een beetje extra doen, maar dat komt later. Net als de buitenkant, dat ga ik helemaal aan het einde van de dag doen als dit allemaal af is. Want ja, dan moet ik weer wachten. Maar nu kan het frame erin. Kan ik het frame gaan vastzetten, kan ik de motor erop zetten, kan ik de motor vastzetten. En begint het wel echt ergens op te lijken. Laten we dat gaan doen. Dit is toch wel even een momentje hoor. De motor erop. Ik moet het frame nog vastzetten, maar dit is toch wel een heel goed begin. En dat brengt me bij de sponsor van deze video, Halve Werk. Halve Werk die verkopen allemaal technische onderdelen. Dus aandrijftechniek, hydrauliek, maar ook heel veel motoren. Speciaal voor de kartsport en allemaal andere motoren. Een hele range van kleintjes tot grote. En ook deze mooie 15 pk viertakmotor die dus hierop gaat komen. Dus heb je iets nodig van aandrijftechniek? Kijk vooral even op die website. Ga ik de propeller erop zetten. Die zit vast en hij lijkt ook nog redelijk in het midden zitten, dus dat is mooi. Nu is dan de volgende stap om het frame vast te gaan zetten. En dan komt hier natuurlijk het roer, want ja, we moeten wel kunnen sturen. Wil je nou zien hoe je dit maakt, hoe ik deze gave carbon roeren gemaakt heb, kijk dan even de link. Van de video, daar laat ik precies stap voor stap zien hoe je deze kan maken. Voor nu, monteren. Deze kunnen mooi zo, maar dat moeten ze allebei tegelijk gaan doen en dat moet ik natuurlijk vanaf vooraf kunnen doen. Ik ga niet steeds om de hoeveelheid heen om die dingen bij te stellen. Dus er moet een stuurmechanisme gaan komen. En dat ga ik als volgt doen. Ik heb deze twee dingen hier aangemaakt. Die zitten een beetje schuin. Want als ik ze helemaal recht zou doen, zou dat met sturen lastig zijn. Dus deze zitten een beetje schuin. En hier moet dus een kabel aan gaan komen die naar voren loopt. Die dus hier aan gaat trekken. En dat doe ik aan die kant en dat doe ik aan die kant ook. En dan verbind ik deze twee onderling ook nog eens. Dus deze twee bewegen altijd tegelijk. Trek je aan die kabel, gaan ze naar die kant. Trek je aan die kabel, gaan ze naar die kant. Laten we gaan boren. Dan de volgende stap natuurlijk. Het stuur. Ik heb dit brommerstuur gekocht. En deze, ja, ik veel, bevestigingsding. Die komt hierop, zo, zodat ik hier kan sturen. En die moet natuurlijk ook weer aan de stuurkabel, zodat het ook daadwerkelijk wat doet.
Zo, het stuur gaat daar komen, maar het stuur gaat zo eerst nog wel even af. Net als het roer, die gaat er ook af, want ik moet hem helemaal verven. Deze buitenkant moet namelijk ook gewoon blauw worden. Wil je nou zien hoe ik het stuurmechanisme helemaal af ga maken en natuurlijk hoe ik hem ga testen straks? Zorg dan dat je geabonneerd bent en in de tussentijd heb ik hier een leuke video voor jou. Tot de volgende!